Ken je het verhaal van John Frost in Airborne at the Bridge? Het is 17 september 1944. De slag om Arnhem is begonnen. Het is een onderdeel van operatie Market Garden. Luitenant-kolonel John Frost en zijn mannen proberen om de Rijnbrug in te nemen. Onverwacht stuiten ze op een sterke Duitse legermacht. De licht bewapende luchtlandingstroepen maken geen schijn van kans. In het originele plan zou zijn hele divisie uit 10.000 militairen bestaan, maar in praktijk zijn dat er slechts 700. Ondanks de onmogelijke opgave weten Frost en zijn mannen de brug meer dan 3 dagen in handen te houden. Op 26 september is de slag om Arnhem over. Ter ere van Frost is de Rijnbrug in 1977 omgedoopt tot de John Frostbrug. Zonder kennis van het verleden, geen begrip van het heden. Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog komen verhalen als deze en vele andere opnieuw tot leven bij een bezoek aan een van de musea en herinneringscentra. Nieuwsgierig geworden? Volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod aan exposities en activiteiten naar de website tweedewereldoorlog.nl.